In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een flinke brand gewoed in een flatwoning aan de Ververij in Maassluis. Een bewoner is wegens het inademen van veel rook naar het ziekenhuis vervoerd. Andere bewoners van het complex werden opgevangen in het politiebureau en konden later in de nacht weer terug naar huis. De politie heeft inmiddels een bewoner aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Onderzoek moet verder uitwijzen of deze bewoner daadwerkelijk iets met de zaak te maken heeft.